In deze videoles zie je hoe je een nieuwjaarskaart kunt maken die je zelf print of die je laat printen bij een printservice. Om te beginnen zorg je dat je de foto geopend hebt die je voor de kaart wilt gaan gebruiken. Nu maak je een nieuw document aan. Je gaat naar Bestand, Nieuw, Leeg Bestand. In dit venster ga je de gegevens invullen die je op de site van Kaartje 2Go hebt gevonden. Je zet de breedte op pixels en je vult in 3080. Bij de hoogte vul je 2220 in. De resolutie zet je op 72 pixels per inch. De kleurmode staat al op RGB, dus dat is goed. Als je de breedte nu weer op centimeter zet. Dan zie je dat het een heel groot bestand is met een lage resolutie. Kaartje To Go zet dit later om in een kleiner formaat kaart met een hogere resolutie. Dus met de scherpte van je kaart komt het helemaal goed. Je klikt op OK. En je dubbelklikt op het handje om de kaart iets meer in beeld te krijgen. Je hebt nu de basis van je kaart gemaakt. Aan de rechterkant van het scherm vind je de tab Afbeeldingen. Daar klik je op. De inhoud van de afbeeldingen kun je op verschillende manieren sorteren. Via het rechtervak kun je achtergronden, kaders, afbeeldingen, vormen en tekst kiezen. Met het linkervak kun je de inhoud bijvoorbeeld op jaargetijden of op kleur sorteren. Zet je dit vak op Typen, dan zie je alles staan. Het rechtervak staat op achtergrond en je gaat je kaart nu ook eerst een achtergrond geven. Helemaal aan de rechterkant zit een scrollbalkje. Daarmee kun je langs alle achtergronden scrollen. Zie je iets dat je bevalt, dan dubbel klik je erop en de achtergrond wordt dan op je kaart gezet. Wil je liever een andere achtergrond dan dubbel klik je op een andere miniatuur. De huidige achtergrond wordt dan vervangen door de nieuwe achtergrond. Je kunt de kaart natuurlijk maken in de traditionele kerstsfeer. Ook nu moet je weer even geduld hebben. Deze achtergrond is natuurlijk heel geschikt voor een kerstkaart. Maar je kunt ook een heel ander soort kaart maken. Bijvoorbeeld een die met reizen te maken heeft. Je gebruikt dan als achtergrond bijvoorbeeld een landkaart. Je kunt de landkaart ook naar de achtergrond toeslepen. Als je eenmaal een achtergrond hebt gekozen, dan kun je de andere delen van je kaart daarop aanpassen. Je zet het rechtervak nu op kaders. Kaders kun je zien als fotolijsten. Je dubbelklikt op een kader om het op je kaart te zetten of je sleept het kader gewoon naar de kaart toe. Door een hoekpunt te verslepen maak je het kader groter of kleiner. Het blijft dan in verhouding. En als je aan de blokjes aan de zijkanten sleept, dan maak je het breder of smaller. En een blokje boven of onderaan gebruik je om hem hoger of lager te maken. Bij het onderste blokje staat een rondje. Als je daarop klikt en sleept, dan kun je het kader roteren. En is de stand van het kader naar je zin, dan klik je op het groene vinkje. Wil je liever een ander kader, dan sleep je dat er gewoon naartoe. Bijvoorbeeld dit kader. Zodra je de dubbele kommen pijltjes ziet dan laat je het kader los. En het vorige kader wordt dan vervangen door het nieuwe kader. Nu kun je je foto in het kader zetten. Je klikt daarvoor helemaal onderaan op fotovak en je sleept de foto naar het kader. Boven de foto verschijnt nu een schuifbalkje waarmee je de foto uit en in kunt zoomen. Als je in de foto klikt en sleept, dan verplaats je de foto binnen het kader. En door met het rondje te slepen, roteer je de foto binnen het kader. Ik zoom nog wat uit. En je bevestigt met het groene vinkje. Als je nu op de foto klikt en sleept, dan versleep je zowel het kader als de foto. Wil je de foto binnen het kader nog veranderen, dan dubbelklik je weer op de foto, zodat je het schuifbalkje weer oproept en je bevestigt weer met het groene vinkje. Je kunt nu ook alsnog de lijst wat groter maken en de lijst met foto en al roteren en je bevestigt weer met het groene vinkje. Nu zet je het rechtervak op Afbeeldingen. Je kunt de kaart dan nog wat opleuken met extra plaatjes. Je scrolt wat door de afbeeldingen. En je sleept de routekaarten naar de kaart. Ook de afbeeldingen kun je weer vergroten door de blokjes te gebruiken. En je bevestigt weer met het groene vinkje. Als je er een plaatje op zet dat je bijna de inzieliever kwijt wil, dan klik je op de Delete-toets. En de melding bevestig je met Ja. Om toch nog een beetje in de kerstsfeer te blijven, zet je er ook nog een boom op. Je klikt er op het groene vinkje. En je plaatst ook nog wat sterren. Je verandert de maat. Je roteert ze wat. En vergeet niet steeds te bevestigen, want anders kun je niet verder. Tot slot zet je er bijvoorbeeld nog een vlinder op. Die vind je hier. Op de tekstna heb je nu alle ingrediënten. Voordat je alles goed op zijn plaats zet, ga je nu eerst de tekst maken. Daarvoor zet je het rechtervak op Tekst. Al deze letters zijn al van een bepaalde stijl voorzien. En je dubbel op de mogelijkheden. Je kunt nu direct gaan typen. Het wordt een erg lange tekst, dus ik verdeel hem over twee regels. Ik bevestig met het groene vinkje en ik sleep de tekst naar boven. Als je letters bijvoorbeeld te klein zijn of je wilt een ander letter typen. Dan klik je op de letter T van de gereedschapsbalk. Met de onderstaande opties kun je de tekst dan veranderen. Om de kaart wat meer diepte te geven, voeg je nog wat slagschaduw toe. Je klikt hiervoor op de tab effecten. En je zorgt dat dit vakje op slagschaduw staat. De sterren geef je bijvoorbeeld nog een kleine schaduw. En de vlinder en de boom geef je een wat grotere schaduw. Je kunt nu de verschillende onderdelen nog wat verplaatsen. Daarvoor klik je op het verplaatsingsgereedschap. Je klikt op een onderdeel. En je versleept het. Op de site van Kaartje 2Go heb je kunnen lezen dat belangrijke onderdelen minstens 60 pixels vanaf de kant moeten staan. Om dat nog even te checken, klik je in het menu Weergave op raster. Er worden nu allemaal hokjes op je kaart geplaatst, maar je hebt natuurlijk geen idee hoe breed 60 pixels zijn. Om dat te bekijken ga je naar het menu Bewerken, Voorkeuren. En dan opzij naar hulplijnen en raster. Er staat hier nu ingevuld rasterlijn na elke 200 pixels. Daar maak je van elke 60 pixels. En je klikt op OK. Ieder vakje is nu 60 bij 60 pixels. Als er nu onderdelen minder dan één vakje van de kant af staan, dan kun je ze nog wat verplaatsen. Om het raster te verbergen klik je weer op Weergave raster. Nu klik je op de tab Lagen. Je ziet dat ieder onderdeel in een eigen laag staat. Je kunt de laagvolgorde nog veranderen. Je zorgt dan dat het verplaatsingsgereedschap geselecteerd staat en je klikt het onderdeel aan dat je omhoog of omlaag wilt verplaatsen. De routekaart staat nu voor de lijst en om die onder de lijst te zetten ga je naar Rangschikken. Je klikt op het kleine zwarte pijltje en je kiest naar achteren. Nu staan de routekaarten achter de lijst. De kaart is klaar. Je slaat hem op via het menu Bestand, Opslaan als. Je kiest hierboven de juiste map zodat je weet waar je de kaart terug kunt vinden. En je geeft het bestand een naam. Bij de bestandsindeling kies je voor JPG. Zodat alle lagen worden samengevoegd tot één laag. En je klikt op Opslaan. In het volgende venster zorg je dat het schuifje helemaal naar rechts staat. Zodat je een zo groot mogelijk bestand hebt. En je klikt op OK. Je ziet dat de kaart met de lagen nu nog open staat. Dit bestand kun je ook nog opslaan, maar dan met de bestandsindeling PSD. De lagen blijven dan bewaard, zodat je er later nog iets aan kunt veranderen. Als je dit niet van plan bent, dan kun je dit bestand ook sluiten zonder het te bewaren. Het JPG-bestand dat je voor de kaart nodig hebt, heb je immers al bewaard.